Eindhoven? Ja, absoluut. En ik denk dat dat voor meer delen gaat gelden. Maar als men niet volop gaat investeren in die hele verduurzaming van het Gemmelot-terrein... Dan zijn die bedrijven die daar zitten, die zijn vertrokken. En dan ben je hier gewoon 33.000 banen kwijt. Ja. Terwijl wel 80% van wat daar gemaakt wordt, dat gebruikt u dagelijks. Ja. Wij kunnen niet zonder deze belangrijke industrie voor Nederland en voor de hele regio, ook in Europa. Hoeveel cent wilt u zien? Je kunt niet achterblijven. Hoeveel cent wilt u zien? Nou ja, alleen al voor de verduurzaming van de Gemmelot-site is de komende jaren 2 miljard nodig. Dat is ook wat die bedrijven zelf ook investeren. Maar die willen wel de zekerheid hebben dat dat daarvoor nodig is. Die hele infrastructuur, denk aan een Delta-Rijn-corridor, dat is die ondergrondse buisleidingen die van Rotterdam richting Noord-Rijn-Westfalen gaat lopen, dat die dus een aantakking op het Gemmelot-terrein hebben. Daar gaat de waterstof straks doorheen, de afvoer van de CO2, daar gaat de 380 kV elektriciteit moeten gaan komen. Als we dat niet hebben, dan kan zo'n site natuurlijk helemaal niks en dan is het weg. Als het net het überhaupt aan kan. Nou, daarom moet die 380 kv aangelegd worden. Ja. Precies, om die reden. Ja, dus, maar het begint bij 2 miljard, maar dat is eigenlijk dus niet genoeg. Nou ja, de komende jaren, voordat je rond 2050 de hele verduurzaming rond hebt, denk dat je dan wel over bedragen richting 20 miljard gaat praten. En moeten dan naast de operatie Beethoven... de overheid is dat natuurlijk ook een enorme grootte voor het bedrijfsleven. Dus laat dat helder zijn. Het is niet dat dat van één kant moet komen. Maar die bedrijven die moeten natuurlijk wel zeker weten dat als ze gaan investeren, dat er, wat u terecht zegt, dat er stroom is en dat er waterstof aangevoerd kan worden. Maar, dat CO2 afgevoerd kan worden. Dat dat allemaal wel op orde is. En dan moet de overheid nu beginnen. Ja, en hoeveel geld wilt u dan vanuit Den Haag op korte termijn? Ik wil vooral de toezegging hebben dat zo'n Rijn-Delta-corridor... Dat die aangelegd gaat worden, dat die er op tijd is, dat de stroomvoorziening er voor 2028 gewoon gegarandeerd geregeld is. Ja. Dat er een soort level playing field is. Nederland, we hebben nu weer zo'n wet gehad over enorme heffing voor de CO2. Ja. Ik snap waar die vandaan komt, maar als je als regio de enige bent die dat betaalt, dan ben je bedrijven zo kwijt. Dus u bent tegen de nieuwe CO2-plannen van het kabinet? Nou, ik heb veel liever dat ze dat dus in een veel groter verband doet. En dat je dus niet dadelijk gaat shoppen dat het in het ene land wel is en het andere land niet. Dat het dus Rob Jetten, haal je plannen van tafel, is eigenlijk uw boodschap? Ja, en doe het vooral op Europees niveau. Ik had het over operatie Beethoven. Moet er dan een soort parallel daaraan een operatie Rieu komen of zo? Ik vind dat een buitengewoon mooie, eervolle naam. De naam zegt me niks, het gaat mij om daden. De naam zegt u niks. Nou, ik bedoel, maar het gaat u niet om de honden. Het gaat niet om de naam. André Rieu, dat is een van de grootste exportproducten die we in Limburg hebben. Dus begrijp me niet verkeerd, maar met alleen mooie woorden hebben we niks. Er moeten nu echt daden komen. Er moeten nu echt harde toezeggingen komen dat dit geregeld gaat worden. Goed, dat ligt dus op de informatie.